pavers zijn even weggehaald. Nou ja, even. Permanent mag je wel zeggen. Hier stond hij. Nog een flinke stam. Daarnaast nog laurier die je kan eten. De eetlaurier. En hier een vlinderstruikje. Dus dan is er hier wat meer licht voor die plantjes. Een vogeltje heeft het ontdekt. Vandaar dat we nu mooi naar binnen kunnen kijken in de papaver. Deze zaden zien er al behoorlijk rijp uit. Mooi donker. Hier zijn ze nog net als kaviaar. Lekker zacht, vers. En hier nog een mooie rijpe zaden. Volgend jaar ook weer papavers hebben, dus ik zal een paar oogsten voor volgend jaar. Jammer dat ik nu niet zo'n goede kamer heb, anders kon je nu mooi die zaadjes hierin al zien. Volgende keer zal ik mijn vriendin's camera weer gebruiken. Gaan ze bewaren in deze glazen pot. Liefst even goed uit laten drogen. We gaan hier de zaden weer in. Misschien later ook nog een potje wat ik kan afsluiten. Maar een open pot is ook niet zo erg, omdat ik ze toch volgend jaar weer ga oogsten. En dan drogen ze in ieder geval nog goed na. Nou.